Dave en Christina Aguilera, de avondshow met Michiel op 3FM met Moves Like Jagger. En dan zit ik hier gewoon in de studio en krijg ik ineens allemaal sms'jes met de volgende tekst. Ik had net mijn vader aan de telefoon. Er was een kleine aardbeving in Nijmegen geweest. Groeten van Dennis. Nou, ook een sms'je van nog iemand anders. Even terugbellen ook. Hey, goedenavond met Baren 3FM met Michiel. Goedenavond. Ik krijg een sms'je van je waarvan ik denk, hé, dan wil ik even weten wat er aan de hand is. Ja, dit is echt niet normaal. Ik ben, ja, in Wellerlooi woon ik dan. Ik sta nog steeds te trillen hier, sorry. Poef. Ik zat hier gewoon aan de computer en serieus, gewoon de muren bewogen gewoon hier. Maar ja, ja, ik sta ook een beetje perplex. Aardbeving, zeg je. Ja, echt serieus een aardbeving, want ik heb al mijn huis gebeld en alles. Die wonen ook hier in Wellerlooi. Ja. Sorry, ik tril een beetje, ben een beetje verslaafd. Nee, natuurlijk joh, neem je tijd. Sorry dat ik zo snel bel, maar ik denk, jij krijgt het sms'je, ik duik er gelijk bovenop. Even voor mijn geografische beeldvorming, waar ligt dat, Wellerlooi? Wellerlooi ligt tussen Venlo en Nijmegen. Oké. En heb je ook al buren gesproken en toestanden? Nee, in principe er is niks kapot of zo. Het was maar een kleine aardbeving, denk ik. Maar wel gewoon dat de muren wel eventjes een beetje bewogen. Ik zat achter de computer, ik wist niet wat ik meemaakte. Want even terug naar de situatie voordat het begon. Je zat gewoon achter je pc en wat voelde je? Wat gebeurde er precies? Ja, ik dacht eerst, dan rijdt hier iemand het huis naar binnen of zo. Het begon een beetje, ja, net of het wasmachine in één keer heel hard herrie begon te maken. En het begon wat te trillen. Ja. Ik dacht, misschien zet de bas of iets hard. En toen in één keer begon het ook te schudden. Ik denk, oh. En mijn vriendin die zat net bijna op de wc, maar die schrok ook. Ja. Ik zeg, wat is dit? Ik zeg, dit is een aardbeving. Man, heftig zeg. Ja, juist. Ja. Nou, ik ga even checken of er nog wat meer bekend is over aardbevingen bij jou in de buurt ook. Succes met bijkomen. Dankjewel voor je sms'je. Leuk dat je het even deelde met 3FM. Oké, geen dank. Oké, rustig bijkomen en gewoon blijven ademhalen. Ja, doe ik. Oké, man. Hoi, hoi. Doei. Wat een toestand, joh. 8:45, donderdagavond, aardbeving, stevig gevoel in Nijmegen, de Bosch en Arnhem. En dan ga ik even af op alle tweets en sms'jes die ik binnenkrijg. Ongeveer 5 seconden, niets bekend over eventuele schade. En dat schijnt ook mee te vallen. Ik zie ook Koen van de Koen en Sander Show zie ik twitteren. Dat zelfs in Utrecht de boel aan het shaken was. Dus een heftige toestand. Nou ja, goed, mocht je meer info hebben. En misschien ook ja, dat er echt iets aan de hand was. Niet dat ik op die sensatie zit te wachten, maar dat je dat even met me zou willen delen. Heel graag. 3333. Of Twitter @BarendvanDelen. Komt het ook binnen. Goed, aardbeving. Ik denk dat we het een beetje af kunnen sluiten ook. Want het duurde maar 5 seconden. En er worden inmiddels zoveel grappen gemaakt op Twitter dat ik denk van ja, het zal wel meevallen. Domin bijvoorbeeld, die zegt van, ik liet deze van Adele vallen. Ja. Nou ja, goed, dat kan inderdaad. Ik vind hem. Of Ramon, die liet zijn veel te dikke agenda voelen. Maar de technicus tegenover mij, die zei wel van, joh, ik voelde echt wat. Ik voelde echt wat trillen. Ik zie Thijs van der Brink twitteren, van Knevel van der Brink. Die zegt van, ja, op de tweede verdieping van het EO-gebouw in Hilversum is het ook, was het ook raak. Nou ja, goed. Volgens mij valt het allemaal wel mee, toch? Kunnen we het een beetje afsluiten. Ja, ik heb dan ook zoiets van, ja, stel je voor dat er wel wat aan de hand is en dingetjes, ben ik gewoon doorgegaan. Maar volgens mij is het vooralsnog klaar. En we gaan praten met de Cooks. Daar gaan we. Luc. Robin! Goedenavond. Hé, heb jij weer? Wat heb ik? Nou ja, niemand heeft ellende aan die hele aardbeving en jij wel iets. Ik heb er iets van gevoeld, ja. Maar heb je ook een naweeën, gewoon praktisch gezien? Ik heb geen naweeën, want ik ben niet zo heel schrikkerig aangelegd, dus... Maar is er niet iets kapot gegaan of zo? Nee, het rammelde allemaal een beetje. En als een wasmachine niet goed staat en niet door je badkamer of waar die ook staat, dan dat idee. Ja, maar ik had mensen aan de telefoon die waren echt helemaal geschokt. Die waren... Dat is op zich ook niet erg. Ik bedoel, ik zou mezelf ook helemaal kapot schrikken. Maar jij bent gewoon hoppata, tranquilo, niks aan de hand. Ja, het was echt apart, maar niet zo dat ik naar buiten ren van paniek. Ja, 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 ja. Hey, maar wat het gekke is, ik weet niet of jij dat ook hebt. Ik ga toch een beetje nadenken over die Al Gore, weet je wel? Ja. The Inconvenient Truth, die maakte een paar jaar geleden. Ja, over het milieuverhaal. Ja, gewoon over dat hele klimaattoestand en dingen. Weet je, we zitten echt in een... We hebben mooie lentes, het weer is goed, niks aan de hand. Die zomers die zijn gewoon om te kotsen, dus niks meer van over. Klopt. En we hebben aardbevingen in Nederland. Ja, maar het komt wel vaker voor schijnbaar, maar ik heb het nog nooit gevoeld. Maar niks aan de hand, geen gevolg of zo verder bij jou? Nee, het is nog vrij donker, maar ik heb in de binnenkant van huis ook geen scheur in de muur zien komen. Dus ik denk dat het allemaal best wel meevalt. De Achterhoek leeft! De Achterhoek leeft sowieso. Oké, man. Hey Robin, dankjewel, man. Alsjeblieft.